Dit is de DJI Action 2, een piepkleine actioncam die kan opnemen in 4K met maximaal 120 beelden per seconde. En dat terwijl de belangrijkste concurrent, de Hero 10 van GoPro, een stuk groter en zwaarder is. Heeft DJI een klein wondertje verricht of ligt het toch iets genuanceerder? De Action 2 is de opvolger van de Osmo Action uit 2019. Bij de ontwikkeling lijkt DJI er alles aan gedaan te hebben om de camera zo klein mogelijk te maken. Dat betekent uiteraard dat er compromissen gesloten zijn, maar ook daar heeft DJI direct oplossingen voor bedacht. Maar laten we met het cameraatje zelf beginnen. De DJI Action 2 kan zoals gezegd opnemen in 4K met maximaal 120 beelden per seconde. En schakel je terug naar 1080p, dan wordt dat zelfs 240 beelden per seconde. En daarmee kan je prachtig vloeiende slow motion beelden maken. Aan de achterkant van het cameraatje vinden we een touchscreen dat bijna heel de achterkant beslaat. Dat touchscreen heeft een eenvoudige, maar wel prettig werkende interface. En met de camera kan je behalve video's ook foto's, timelapses en quickclips schieten, die je achteraf eenvoudig en zelfs automatisch met de Mimo-app voor smartphone kan bewerken. De camera heeft 32 GB opslaggeheugen ingebouwd, waarmee je in de hoogste kwaliteit iets meer dan 23 minuten video kan opnemen. Wat verder opvalt als we de camera bekijken, is dat er geen USB-poort aanwezig is, maar er wel een serie contactpunten aan de onderkant zit. Die contactpunten zijn bedoeld voor de extra module die je bij de camera krijgt. DJI verkoopt de Action 2 in twee varianten, met een power module en met een touchscreen module. Die power module is vooral bedoeld voor normaal actioncam gebruik, terwijl die touchscreen module bedoeld is voor vloggers. Beide modules hebben een ingebouwde accu met 2 keer zoveel capaciteit als de camera zelf, waardoor je in totaal 3 keer zo lang kunt opnemen. Ook hebben ze een ingebouwd micro SD-kaart slot voor kaartjes tot 256 GB. Je klikt de camera eenvoudig op de module, waarna je direct van die extra opslag en accucapaciteit gebruik kan maken. De touchscreen module heeft ook een extra selfie-schermpje en 3 extra microfoons voor betere geluidskwaliteit. Allebei vooral handig als je met de camera wil vloggen. Verder krijg je verschillende mounts bij de camera. Beide versies worden geleverd met een GoPro-compatible mount en een lanyard die je onder je shirt draagt en waar je de camera magnetisch op vastklikt. Bij de versie van de Action 2 met de touchscreen module krijg je bovendien ook een mount met een draaibare kop en een zelfklevende basis. En die magnetische lanyard, dat is een leuke accessoire, omdat je de camera daarmee als bodycam kan gebruiken. De magnetische kleefkracht is vrij goed, maar we zouden wel voorzichtig zijn, want er zit natuurlijk een grens aan en bij harde schokken kan het zijn dat die loskomt. Maar hoe presteert de Action 2 in de praktijk en dan met name in vergelijking met de Hero 10 van GoPro? Dat hebben we de afgelopen weken uitgebreid getest onder verschillende omstandigheden. En misschien wel de beste test voor actioncams is door ze op een stuur van een mountainbike te monteren. Want snelle stuurbewegingen, trillingen en schokken maken het moeilijk om mooie vloeiende opnames te maken. En daarmee is het wellicht de ultieme torture test voor actioncams. De DJI Action 2 neemt video op in H.264 of H.265 formaat, waarbij dat laatste codec betere beeldkwaliteit biedt. De camera beschikt over elektronische beeldstabilisatie, wat DJI Rocksteady noemt. Schakel je Rocksteady in, dan zoomt de camera ongeveer 10% in op de sensor en worden de omliggende pixels gebruikt om schokken op te kunnen vangen. Anders dan GoPro biedt DJI maar 1 instelling, het is dus aan of uit. In de praktijk komt Rocksteady op de Action 2 redelijk overeen met de high-stand van Hypersmooth van de GoPro Hero 10. GoPro's sterkere boost-modus levert nog vloeiendere beelden op. Vergelijken we de actiebeelden van de DJI Action 2 met die van de Hero 10 bij zo gelijk mogelijke instellingen, dan valt vooral het verschil in kleur op als we beide camera's op hun normal of natural kleurprofiel instellen. DJI zet kleur, contrast en scherpte wat sterk aan, met als resultaat dat vooral in de highlight details verloren gaan. De camera heeft ook een Desine-like modus, wat beeld oplevert dat er contrast en kleurloos uitziet, maar het wel mogelijk maakt om naderhand met kleurcorrectie een natuurgetrouwer beeld te krijgen. Handmatige nabewerking is daarbij dus wel vereist.
Een tussenmodus die geen nabewerking nodig heeft en wel een zo realistisch mogelijk beeld geeft, ontbreekt helaas. GoPro biedt bovendien meer mogelijkheden om het beeld te fine-tunen, met onder andere de keuze voor gewenste bitrate en beeldscherpte. Bekijken we de beeldkwaliteit van de DJI Action 2 en de Hero 10 in het donker, dan zijn de verschillen groter. Beide camera's zijn sowieso geen low-light wonders, maar wat opvalt als we de nachtbeelden vergelijken, is dat de video's van de Action 2 wat donkerder zijn en meer beeldruis bevatten dan die van de Hero 10. Daar staat tegenover dat de beeldstabilisatie van DJI beter blijft werken als het donkerder wordt, terwijl het beeld bij GoPro duidelijk meer schokken laat zien als je bijvoorbeeld met de camera loopt. Beide camera's hebben onder kunstlicht soms moeite om de juiste witbalans te vinden, waarbij GoPro het vaak net wat beter doet. Over het geheel genomen vinden we dat de GoPro Hero 10 net wat betere beeldkwaliteit levert, waarbij vooral opvalt dat het dynamisch bereik wat groter is en de kleurweergave en de scherpte wat natuurlijker overkomen. Maar dat wil zeker niet zeggen dat de DJI Action 2 slechte beeldkwaliteit levert, integendeel. De audio-kwaliteit van de DJI Action 2 is vrij goed, zeker als je hem gebruikt met de optionele touchscreen-module, die 3 extra microfoons toevoegt. Daarmee neemt de camera in stereo op en kan die ook windgeruis vrij goed wegfilteren. Gebruik je alleen de cameramodule zelf met 1 microfoon, ja, dan is windgeruis wel echt goed hoorbaar. Er zijn nog een paar punten die tegenvallen. Ten eerste is er de accuwerktijd als je het cameraatje los gebruikt. DJI claimt dat je tot 70 minuten kunt opnemen, maar dat is in 1080p met lage kwaliteitsinstellingen. Neem je op in 4K 60, dan is de accu na iets meer dan 20 minuten helemaal leeg als je aan één stuk opneemt. Schiet je kortere clips met wat tussenpauzes, dan neemt de opnametijd nog verder af. Een ander probleem is de warmteontwikkeling. Wanneer je opneemt in 4K 60 en zeker in 4K 120, dan wordt de camera snel erg heet. Zo heet dat hij binnenshuis zonder airflow binnen een minuut of 6 uitschakelt in 4K 60 en zelfs binnen 4 minuten in 4K 120. Bij onze tests buiten hebben we hier geen last van gehad. Maar ja, het is herfst in Nederland en dus relatief koud. Hoe de Action 2 het doet tijdens warm zomerweer durven we niet te voorspellen. Een ander nadeel is de capaciteit van het ingebouwde geheugen. Dat is 32 GB groot, maar netto is er maar net iets meer dan 22 GB van beschikbaar. En afhankelijk van de modus waarin je filmt is dat binnen 26 tot 36 minuten helemaal vol. Je kan beelden wel direct overzetten naar een groter geheugenkaartje in de touchscreen of power module. En als je hem daarop aansluit wordt de accu ook meteen weer opgeladen. En dat is maar goed ook, want het overzetten dat duurt vrij lang, dus daar ben je wel even mee bezig. Het opladen van die accu door de power of touchscreen module gaat snel. Binnen 10 minuten heb je ongeveer de helft van de capaciteit weer beschikbaar. En binnen een half uur is die helemaal vol. Gebruik je de DJI Action 2 los, dan is deze waterdicht tot 10 meter. Maar de opklikbare accessoires zijn niet waterdicht. Wil je langer kunnen opnemen met een extra accu en een groot geheugenkaartje, dan moet je dus oppassen voor water of de optionele waterdichte behuizing gebruiken. Nadeel van die behuizing is dat de geluidskwaliteit sterk afneemt en dat de camera zijn warmte er niet goed in kwijt kan en dus net als binnenshuis snel oververhit raakt. De DJI Action 2 is echt een technisch wonder. Dat zo'n klein waterdicht cameraatje in 4K 120 kan opnemen met prima beeldstabilisatie en goed geluid, dat is echt heel erg knap. De camera is een stuk kleiner en lichter dan de concurrent van GoPro. Ja, en daar kleven wel wat nadelen aan. De beperkingen zitten hem vooral in de opslag- en accucapaciteit als je het cameraatje los gebruikt. Langer opnemen kan wel als je een extra module koppelt, maar dan gaan die voordelen qua gewicht en formaat weer grotendeels verloren en is de camera bovendien niet waterdicht meer. De power combo van de DJI Action 2 kost €399. Kies je voor de versie met het touchscreen, dan ben je zelfs €520 kwijt. En dat is even duur als de GoPro Hero 10. De DJI Action 2 is vooral een goede keuze als je op zoek bent naar een zo klein mogelijke actioncam die je in 4K kan opnemen. Vind je het niet erg als je camera wat groter is? Dan is de Hero 10 een betere allround keuze.